Hallo mensen van Monika en welkom bij deze gloednieuwe Planet Coaster video en vandaag gaan wij iets heel episch doen. Ik weet niet wel, vanaf de vorige keer of de keer daarvoor waren we super duper arm. Nu hebben wij bijna 18.000. Ik heb een hele hoop gedaan. Nee, ik heb eigenlijk gewoon het spel aan laten staan en ik heb geld verdiend. Ik heb wel een beetje hierbij gezet dat dit allemaal 100% is de wachtrij. Maar we hebben nu 17.000. Ik heb ook geprobeerd deze mensen blij te houden. Maar hij is niet zo blij. Dus dan gaan we die eventjes upgraden. En dan krijgt hij ook wat meer loon. En dan is hij blij. Dan is hij weer blij. Dan zie je dat dit weer helemaal omhoog gaat. En de loon, de lening, die heb ik 7 maanden nu vooruit gespoeld. Want ik heb het helemaal vooruit gespoeld. Nu zijn er nog maar 20 maanden voordat we het af hebben betaald. Duurt alsnog super duper lang. Maar ja, we gaan gewoon verder. Ik heb hier research gedaan omdat ik nieuwe attracties wil maken. Oh, we kunnen dit bouwen. Wat leuk. En we kunnen... Oh, we kunnen dit bouwen. Oh, wat leuk. En we kunnen een informatie dingetje maken. Ach, wat leuk toch. Oké, we gaan even wat nieuwe research doen. Deze doen we researchen. We gaan eten researchen. We gaan... pinnen en dat is het. Oké, meer kunnen we niet. Nou, maak het even snel licht, meneer. Yep, het is bijna licht. Nou, laten we allereerst eventjes iets gaan maken. Ik wilde straks deze gaan plaatsen. Dat wilde ik al heel lang. Een achtbaan. En daarnaast wil ik ook eventjes die info. Waar is die info? Info is hier. Info, die hebben we net dus geresearched. Die kunnen we... Wow, wat gebeurt er? Die kunnen we nu gaan maken. Oké, maar als mensen informatie willen, dan kunnen ze hier zo terecht. Even omdraaien. Wat het meeste naar achteren. Dan kunnen mensen in een lange rij gaan staan. Zo. Nou mensen, willen jullie info? You can get over here. Hier hebben jullie info. Oh, niemand wil info. Ik heb het volgens mij helemaal voor niks geresearched. Want niemand wil info. Waarom niet? Deze arme man. Wat kunnen ze hier eigenlijk? Wat heb je te bieden? Ja, niet veel. Papiertjes misschien. Oké, niemand wil het. Nou ja, je staat er. Dus het is cool. Het is cool. Nou, het is tijd. Thuis. Voor de achtbaan. Maar er zit een boom in de weg. Die boom wil ik verkopen. En dan gaan we hebben geld verdienen. Lekker. En dan gaan we dat ding hier neerzetten. En die kan gewoon hier. De achtbaan intree ziet er wel leuk uit. Maar niet super leuk. Maar hij ziet er wel leuk uit. Oké, de intree die moet aan deze kant, zie ik. Die doen we gewoon helemaal hier. Exit, die moet hier zo recht voor. Dat zag ik. En dan moeten we een pad gaan maken van hierboven. Dat pad is dit. En ik wil dat pad eigenlijk... dat die wachtrij wil ik eigenlijk aan dit pad verbinden zometeen. Nou, dan gaan we dat... Oh shit. Hallo? Zo. En nu gaan we naar beneden. Haalt hij dat? Net! Oké, nu gaan we dit doen. Sorry hoor, voor mijn gekke gedrag. Was een beetje gek. We laten deze rij denk ik gewoon hierboven. Ziet er misschien niet zo mooi uit, maar... Ja, hè, wat ziet er wel mooi uit in dit park? Nee, best veel toch? Ik vind van wel. Oké, de wachtrij nu mooier maken. Dus dat mensen blij worden dat het zo mooi is. Dat is nu wel wat moeilijker. Dat is nu wel een uitdaging denk ik. Ja, 15% is hij nu maar. We moeten hem eerst gaan testen. En dan kunnen wij hem, dit zal wel goed zijn, want ik heb hem niet zelf gemaakt. Dan kunnen wij hem openen. En dan gaan we dat eens openen. Hey, daar gaat hij. En hij is geslaagd, hoop ik. Ja, hij is geslaagd. Hoppakee, hij is geopend. Nou, mensen gaan al meteen hier de trap op. En ze gaan naar de achtbaan. Oh, nee, ze denken, nope. We willen niet in die achtbaan, nope. Ja, jullie wel. Oké, mooi zo. Mensen willen toch nog wel in de achtbaan. Ze vinden de rij misschien niet zo leuk om in te wachten. Ja, ik snap het wel. Laten we dit eventjes nog even doorspoelen. En dan wil ik ook bij die mensen in de achtbaan. Ik wil er gewoon bij. En, oh shit, daar gaat hij al. Zo. Yay, there we are. Hallo mensen, hey. Oh shit. Dat ding zag er best wel creepy uit. Hebben jullie het een beetje naar jullie zin? Ja, oh daar gaan we jongens. Oh. Oké, daar gaan we. Yay, we zijn los. Het gaat niet zo snel, hè? Ja, nu wel. Woe! Wee, wat leuk. Ik word misselijk. Vinden ze het leuk? Ja, ze vinden het leuk. Woe! Wow, ze is zo bang dat hun nek afbreekt. Oh my god. Ja. Oh, hij vindt het leuk hoor, die leeuw. Met zijn leeuwengezicht.
Ja, eens even kijken of wij het hier een beetje kunnen aankleden. Want ik vind het er ook maar een beetje saai uitzien zo hoor. Maar ja, hier is een ding. Ho, 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 niet rennen op de trap. Wat was dat voor geluid? Rustig. Laten we het maar weer even sneller gaan. Dan kunnen we dingetjes doen. Oké, hier hebben we dus research weer. Want wat snel ging. Monsieur Friet. We kunnen frietjes nu maken. We kunnen ook... pinnen kunnen ze nu ook. Laten we gewoon alles even researchen. Hè? Omdat het kan. Niet omdat het moet, maar omdat het kan. Wow, wat is hier druk. Het begint heel druk te worden in het park. En we gaan eens even kijken hoe het hiermee staat. Oh, ons park is ook al 30.000 waard. We moeten alleen nog de lening afbetalen. Dus we gaan alles heel te snel doorheen. Dan kunnen we snel door naar het volgende park. Dan hebben we deze nummer lekker uitgespeeld. Dus het ging ook super lekker hiermee. We hebben heel veel geld. Dus we kunnen ook echt heel veel. Zoals dit ding hier ergens neerzetten. Zouden mensen dan blij worden van dat ding? Van zo'n ding? Ik kan bijvoorbeeld zo'n dingetje. Kan ik hier neerzetten. Nee, dan kunnen mensen er niet echt meer doorheen. Never mind. Never mind. Oh, even de camera goed zetten. Zo. Kijk, ik kan zo'n gebouw hier wel neerzetten. Dat kan wel geinig zijn. Even kijken hoe dat scoort. Het scoort heel veel, zo'n gebouw. Oké, dat is goed om te weten. Nou, zo'n gebouw hier neerzetten kan ook wel hoor. Maar het is wel heel groot, vind ik, zo'n gebouw. Mayolo Waterpolo. Heeft dit ook invloed erop? Oh my god! Hoeveel kostte dat ding dan wel niet? Maar dat valt wel mee, maar... Oké, ziet er wel leuk uit zo, vind ik. Ik hoop jullie ook. Ik hoop dat jullie het een beetje met me eens zijn. Dat jullie het ook allemaal leuk uitvinden zien. Hier kunnen we nog wat winkeltjes plaatsen aan deze kant. En wat bankjes zometeen natuurlijk. Dat mensen even kunnen chillen, eten, drinken. Oké, ze willen ook pinnen, denk ik. En dat kunnen ze vanaf nu. We kunnen zo'n gebouw neerzetten. Dat vind ik er niet zo leuk uitzien. Zo'n gebouw helemaal niet. Of gewoon zo'n... Ja, het is een luxe park dit, hè. Oh, dit past er meer bij, denk ik. Dit is meer in de stijl van... Wat er nu allemaal staat. Bam. Jullie kunnen ook pinnen. Dus je kan alles wat je wil. Je kan alles. Eten en drinken dan nog. Die kunnen we... Wat is dit? Dit is nieuw. Oh my god. Dit ziet er zo vet uit. Zie ik er nou ook drinken bij? Dit is eten en drinken volgens mij dit ding. Deze heb ik nog nooit gezien. Oké, die is nieuw. Die gaan we hier neerzetten. Het park komt echt vol te staan. Heel vol. Maar ik vind dit een heel leuk gebouw hoor. Oh, het zit wel half erin. Maar ja, sorry man. Sorry. Maakt niet uit, maakt niet uit. Ze kunnen hier dus frietjes halen, ze kunnen beef halen en ze kunnen drinken halen. Dus ze hebben alles hier. Ik vind het echt heel leuk zo. Echt waar. Misschien nog leuk als we first aid hebben ook. Zo'n gebouw hier bijzetten. Waarom zitten al die ingangen aan gekke kanten? Dat kan ik hier allemaal niet neerzetten. Ik kan hier wel hier neerzetten. In de bossen, dan zien we dat lekkere, dat lelijke gebouw niet. Dan kunnen we ook nog een toilet misschien ergens gaan plaatsen. Deze. Kan er gewoon onder. Kijk dit dan. Hoppakee. Die staat er gewoon onder. Ja, het wordt er niet bepaald mooier op, of wel? Nou, niet echt. Maar ja, het is goed zo. Nu moeten we alleen nog een beetje aankleden. En dan vind ik het eigenlijk helemaal mooi. En als het goed is, moeten we onze lening dan wel heel... Wow, dit is ook alweer klaar. Gaan we even kijken naar de lening. We zijn pas 3 maanden verder in deze tijd. Dat is echt... Duurt echt heel lang. Oh, we kunnen ook dit gaan maken. Ook heel leuk. En we kunnen... een desert regio kunnen we maken... En dit kunnen we maken. Nou, wat leuk. Laten we de rest ook even gaan researchen. Thema hoeven we niet. En die ook niet. We kunnen nog wat coasters erbij doen. Maar ik betwijfel of we daar plek voor hebben. Kost alleen maar geld dit. Maar maakt niet uit, hè. Tijd. Voor de scenery. Bankjes dus. Kleine bankjes. Grote bankjes. Gooi ze in de wasmachine. Zo. Nee, dat is witte wasjes. Kleine wasjes, grote wasjes. Gooi ze in de wasmachine. Zo, het staat hier vol met bankjes. Nu een prullenbak, want ze maken er echt weer een puinhoop van, die mensen. Mensen, stop ermee. Ik vind het niet leuk. En zo, en zo, en zo. Ja! En hier maken jullie ook nog een puinhoop. Man, man. Nee, die wilde ik niet daar. Nou ja, boeien. Zo, genoeg prullenbakken toch? Nu niet meer zo miepen. Hoppakee, het wordt ook meteen weer licht. Dat is extra mooi. Wat boompjes plaatsen. Zo'n boompie. Zo'n boompie daar. Ja, dit is goed zo. Plantenbakjes. 1, 2 en 3. Zo. Ook heel leuk. En dan kunnen we hier misschien nog eentje plaatsen. 1,
2, 3. Ja, het wordt er echt gewoon subliem. Nee, hoe zeg je dat? Het wordt echt gewoon heel mooi. We hebben net dus nieuwe dingen bijgekregen. Ik weet alleen niet wat. Ik denk van deze dingetjes, desert dingetjes. Stokken. Ja, niet echt heel veel hebben bijgekregen eigenlijk. Laten we zo'n dingetje hier plaatsen. Lampie! Hier een lampie erbij. En nog eentje. Zo. Ja, het ziet er wel oké uit. En de andere kant is helemaal leeg, deze kant. Moeten we ook iets gaan maken, denk ik. Het wordt wel heel druk in deze straten. Overal. Ze kunnen hier dus ook heel veel eten en drinken halen. Hier komen ze dan niet zo heel veel meer, zie ik. Het is niet heel druk hier. Maar hier wel, in deze straat. Ja. Ja, ja. Ze lopen ook nog allemaal helemaal door naar deze straat. En hier is het ook gewoon druk. Bij deze attractie. Ik heb hier volgens mij nog steeds nooit ingezeten, of wel? Waar is dat ding nou? Dit. Oh jawel, daar heb ik wel een keer ingezeten. Die waterattractie. Daar heb ik zeker al een keer ingezeten. We gaan eens even kijken hoe het ja, met de financiën. 16 maanden dus nog. Hoe staat het met het personeel? Oh, jij bent niet zo blij. Jij hebt het best wel goed. Dat klopt, maar je mag dan wel dit... Je bent geüpgrade, je hebt wat van dit gekregen. Was je deze? Ik denk het wel. Hè? Ja, was deze. I can do more work than this. Niet zo miepen, je krijgt ook nog eens loonsverhoging. Ben je nou blij? Everything is alright, I suppose. Nog een keertje dan zo. Nu ben je blij, hoop ik. Nu niet meer zo miepen, hè. Het is best wel... Ah, oh, waar zit je eigenlijk? Waar woon jij? Waar ben jij? Jij bent... Oh, ik snap het al. Jij bent deze meneer. Ja, dan is het best wel saai, ja. Nee, dat snap ik helemaal. Dat is gewoon een super saaie baan. Heb je wel eens, hè? Maar ja, daar moet je ook maar mee leren leven. Even kijken, de volgende. Jij vindt het ook wel oké, dus jij mag ook wel even omhoog. En je wil ook natuurlijk meer betaald. Als je beter studeert, dan wil je meer betaald krijgen. Oh, nu is er meer rood hier. Maar jij... we willen ook misschien niveau omhoog. Kijk, en dan wil je ook nog eens wat meer betaald. Kijk, iedereen mag dat hoor. En jij mag nog wat extra. Zo. Niet meer zo miepen. Iedereen moet groen zijn. Iedereen moet blij zijn. Anders een slaakje en dan neem ik gewoon iemand nieuws aan. Want dat... Zo gaat het. Zo werken wij. Oh my god! We moeten ook even een nieuwe schoonmaker erbij nemen. Hoppakee, en deze. Want het is hier een grote puinzooi. Oh my god, dit gaat wel heel erg hard. Ons geld gaat ook heel erg hard, valt me op. Maar we moeten even een entertainment hebben, entertainer, want dat is leuk. En die hoort, deze hoort er natuurlijk bij. Zij is de entertainment die we hier nodig hebben. In dit drukke park. Is er nog een puinhoop? Nee, het is allemaal alweer opgeruimd. Kijk eens aan. Goed meneer, heel goed gedaan. Ik ben trots op u. Ik ben heel trots op u. Laten we er nog eventjes een ruiter bij doen. We hebben echt heel veel gedaan deze afleveringen. We kunnen zo'n dingetje hier doen. Zo'n attractie doen we gewoon. Een intree. Die komt hier. De exit. Die komt gewoon hier recht voor. Is dat goed? Dat is goed. Nou. Oh my god, wat is dit nou weer? Ik heb geen geld meer. Ik zit in de min. Nu wel. Oké. Het is niet zo leuk om in de min te staan eigenlijk. Ik sta weer in de min. Nee, ik geef mensen te veel betaald. Dat zal ik voor boeten waarschijnlijk. Om de boom heen, want dan hebben we lekker alweer wat punten erbij. Hoppakee, en jij kan open. Dan kunnen wij hier centen verdienen. Want we staan weer in de min. 100% is dit ook al, de wachtrij. Ja, ik vind hem dan wel niet zo mooi deze, maar ja, die mensen blijkbaar wel. Oké dan. Het ziet er eigenlijk helemaal niet uit, hè, al deze dingen hier. Maar zo ziet het er leuker uit dan zo. Dus als ze even hier doorheen lopen. Als wij net als die mensen hier doorheen gaan lopen. Oh mijn god, dat is zo druk. Kijk dit dan! Zoveel mensen. Laat het even licht worden of zo. Dat is leuker. Laat het licht worden. Hoe laat is het? Oké, het wordt zo licht. 3, 2, 1. Bam! 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 Laat het dan licht worden. Ja, kijk. Kijk hoe druk het hier is. Heel druk. Heel druk. Oh shit. Hier ook. Ja, hier is een wachtrij. Ja, die staat vol de hele tijd al, hè. Dan kunnen mensen niet naar die attractie. Maar ze kunnen wel lekker naar deze leuke attractie. Die muziek laat ik even wat zachter zetten. Dan word ik helemaal gek van die muziek. Nou, laten we hier dan nog wat scenery plaatsen. Dan worden mensen weer blij. Maar ik vind dat hier eigenlijk een soort van fonteintje moet. Of je weet zelf.
Als dit. Kijk, een fonteintje. Precies het goede formaat. Zo'n dingetje erop. Die hebben we al ergens staan, hè? Ja, nou ja. Als dit. Een fontein in een fontein. Ja, dat kan niet, hè? Oh, we hebben geen geld. Daarom kan het niet. Maar anders kan het wel. Ja, we staan de hele tijd in de min. Dit is niet goed. Hij knippert gewoon, omdat we niet kunnen betalen. Ja, oké, hij staat, hij staat. Ik heb hem kunnen plaatsen. Staat hij in het midden? Bijna, bijna, maar het is goed genoeg. Zo'n pleiter, nog zo'n fontein erop. Zo'n dingetje erop. Oké, die staat er ook op. Ook niet helemaal recht, of helemaal niet recht eigenlijk. Zoiets? Nee, man! Doe gewoon recht. Oké, dit is recht genoeg. Vind ik. Ja, het is goed hoor. Ik vind het helemaal mooi. Nou, dan moet er eigenlijk nog iets op. Maar er is een hele hoop research weer klaar. Ik ga eens even kijken hoe het met de financiën staat. Want het gaat helemaal niet goed. Kijk. Ah. De staf, personeel kost gewoon veel te veel. Ik heb het echt gewoon een beetje verpest eigenlijk. Ja, ze willen nog meer. Zie je dit dan? Oh. Je hebt best wel veel te doen. Nou, dan ga je toch... Oh. Ja, we kunnen jou niet upgraden. We kunnen niks gewoon meer. Omdat alles zoveel kost. Nou, research is allemaal klaar in ieder geval. We kunnen even kijken. We kunnen een rollercoaster maken. We kunnen nog een rollercoaster maken. En we kunnen... wat is dit? Een schommelschip maken. Oh. We gaan even nu niks researchen, maar... Ik zag dat ik wel weer twee van deze dingen kan researchen. Eens even kijken, want we kunnen dus eigenlijk twee nieuwe attracties maken. Een hele grote houten achtbaan. Die ziet er niet echt uit als een houten achtbaan. Maar die kunnen we wel plaatsen. Ik vind het niet zo mooi. Of we kunnen... Oh mijn god, dit is zo duur. 15.000. Of deze. Wow, die willen we eigenlijk, hè. Deze wil ik hier neerzetten. Daar gaan mensen lekker misselijk van worden. Dat is leuk. Ja, deze wil ik. Daar gaan we voor sparen. 15.000 hebben we dus nodig. Ik hoop dat we dat halen voor het einde van dit spel. Ik vind dit er ook best wel leuk uitzien, dit stukje. Dit ziet er ook een beetje fantasy-achtig uit. Eigenlijk vooral door dit gebouw en dit gebouw. Ja, en de achtbaan zelf dan. Past allemaal mooi bij elkaar. Echt sprookjesachtig. Dat hadden we nog niet, deze grote dingetjes. Maar ja, alles kost gewoon extreem veel geld nu. Dus ze maken bekant... Ja, we maken helemaal geen winst meer. Misschien moet ik toch maar personeel wat minder betalen of zo. Ik weet het niet. Wat heb jij te zeuren? Je hebt het best druk, zeg je? Ja, nou, dan ga je toch weg, man. Ik heb jou... Ja, ga maar weg. Ik heb geen geld voor jou. Man. Ook nog eens zeuren? Dat pik ik niet. Nou, jongens en meisjes, we gaan eens even sparen. En hopelijk kunnen wij in de volgende aflevering die hele grote achtbaan bouwen. Dat ons park nog leuker wordt. En nog voller en nog... Ja. Oh, trouwens, iemand die gaf in de reacties dat ik dit gewoon wat duurder moet gaan maken. Dat die rij toch elke keer vol staat. Maak je er gewoon 10 van. En kijk of die mensen nog steeds in de rij gaan staan. Ja hoor. Dus dat komt allemaal ook wel goed. Deze rij staat nog niet vol. Dus die laten we nog even zo. Ik moet deze ding nog even afmaken. Komt allemaal goed. De volgende aflevering van Planet Coaster wordt wel leuk. Laat een like achter. Deel dit misschien met je vrienden zoals Sims en zo. En misschien halen we binnenkort dan nog 10.000 abonnees. Zou leuk zijn. Abonneer voor meer. En tot de volgende keer maar weer. Bye.